lief en leed met elkaar delen. Welkom bij Een Huis Vol. In Badmen zijn alle versieringen weer van zolder gehaald. Want Jinte, Auke, Eefke en Hiske zijn vandaag jarig. En bij een bijzondere vierling hoort een bijzonder feest. De Adema's zijn gisteravond nog tot in de late uurtjes bezig geweest om het hele huis te versieren. Oh, gelukkig. Nu gaat hij goed. De eerste ballon is opgeblazen. Nu de rest nog. Nou, we zijn bijna klaar. De slingers hangen, de ballonnen hangen. De box helemaal weggehaald. Of tenminste, veranderd. Het speelgoed even geminimaliseerd. Want we zullen morgen wel heel veel speelgoed krijgen natuurlijk. Anna is natuurlijk bezig met de fietsjes. Die nog even mooi te versieren. Kijk, daar staan ze al. Galientje eromheen. En nu nog even dweilen. En vanochtend in alle vroegte onder muzikale begeleiding van Meike met, jawel, haar roze gitaar, barst het feest los. Nou ja, heel zachtjes dan. Want de vierling ligt nog heerlijk op één oor. Bij de Baumgart is het voor de verandering stil in huis. Iedereen is naar school of op zijn werk. Samantha heeft het rijk alleen. Maar voor een moeder van 13 kinderen gaat het huishouden natuurlijk altijd door. Ik ben nu 5 kilo aardappels aan het schillen. En dat is gewoon omdat we vandaag gewoon gekookte aardappelen eten met groente en vlees. En ja, dat is best wel veel. Niet iedereen houdt van aardappelen. Normaliter, als ik stampot maak, dan gaat het er wel in. En dan zijn 10 kilo aardappelen die ik weg moet schillen. Dus ik ben eigenlijk best wel blij dat het vandaag gewoon ietsje minder is. Zakenvrouw Tyrona heeft wel wat anders aan haar hoofd dan Piepers jassen. De oudste dochter van de Baumgarts runt sinds kort haar eigen bedrijf. En daar is ze maar wat trots op. Nou, ik ga lekker naar mijn kantoortje. Ik heb sinds juni mijn eigen bedrijf, evenementenbureau heb ik. En ik heb ook gelijk een leuk kantoorpand weten te bemachtigen. Hier zitten ook allemaal verschillende bedrijven in. En dit is mijn plek. We zijn trots op Tyrona als oudste. Natuurlijk ben je trots op al je kinderen, maar toch dat zij eigenlijk een voorbeeld is voor haar broers en zusters. En die draagt ze eigenlijk gewoon uit. Ja, ik probeer mijn familie sowieso zoveel mogelijk te betrekken bij wat ik doe. Ik wil dat we er allemaal iets positiefs uit kunnen halen. Ik heb heel lang gespaard voor een hele mooie auto die ik nu heb. En het is handig ook voor de business waar ik in zit. Want met evenementen heb je veel afspraken. Moet je buiten de stad. En dat, ja, het gaat niet altijd met de trein. Dus heb ik lekker voor mezelf een auto gekocht. En ja, we hebben thuis niet echt super breed. Dus mijn ouders die kunnen er ook gewoon gebruik van maken. En moeten mijn broertjes of zusjes ergens heen. Dan kunnen ze me altijd vragen. Ik ben daar niet moeilijk in. We zijn tenslotte één familie en moeten er gewoon voor elkaar zijn. Ik vind het heel mooi van de kinderen dat ze gewoon zien van oké, mama en papa werken toch hard voor ons en proberen ons alles te geven. Maar wij kunnen daar ook in mee helpen door zelf iets te doen en zelf minder belasting te zijn voor ons als ouders. In Den Haag heeft Willy een drukke dag voor de boeg, want vanavond moet ze naar de bingo. En ze heeft ook nog een uitje gepland met haar kleinkinderen. Billy werd op haar 40ste voor het eerst oma en daarna kwamen er nog 7 bij. Hallo. Schoondochter Katie komt langs met de jongste aanwinst van de familie, baby Gio. Ook schoondochter Priscilla is van de partij. Ik zou even de kleinkinderen voorstellen die in ieder geval meegaan. Dit is Lorenzo. Dit is Bentley. Bentley, kijk eens in het. Nee. Dit is Sammy. En dit is Zoe. Papa. En dit is onze kleine Gio. Die gaat vandaag niet mee. Maar deze 4 gaan mee. Ja. Lorraine, hou op.
Sammy, kijk uit, hè. Bentley, Lorenzo hier komen. Alle twee. Kom maar, Tut. Haar veter is weer los, Priscil. Kan jij dat doen? Loren, hier komen nou. Bentley. Doe maar alles in je schoentjes, schat. Billy gaat met de kleinkids naar Scheveningen, met de bus. Maar of dat nou zo'n goed plan is... Nee, kom, geef jij ze Priscilla een hand. Bent, hou daar eens mee op. Doe niet zo irritant. Bentley. Kom, nou, loop naast me dan in ieder geval. Kom. Nee, ik wil... Ik ben mij betreft hoe meer zielen, hoe meer vraagt. Ik hoop alleen dat ik wel een leuke schoonmoeder word, want dat vraag ik me af. Dat weet ik niet. Accepteer heel snel, hoe moet je het zeggen? Als iemand met een vriend of vriendin, ja, je kijkt wel eerst, weet je. Maar ja. In het begin wordt wel commentaar gegeven en dan worden er bijnaampjes gegeven aan de vriendin. Maar dat zijn grapjes, ja. maar niet commentaar erop of zo. Ik vind mijn vader niet echt heel streng. Ik kan wel met hem praten, zeg maar, als je verliefd bent of zo. Maar ik snap wel dat je als ouder zijn het wel wil weten van dat je die jongen even door de screening wilt gooien. Dat snap ik wel. Ik bedoel, ja, hij zijn toch zijn prinsesjes, hè? Bijvoorbeeld, die kleine is van mij van de week ziek. En dan was ik aan het dokter, maar ik had gedronken. Nou, dan kan je niet meer rijden in het weekend. En toen belde ik Koos van Shirella. En toen vroeg ik van, Koos, zou je met de kleine naar het ziekenhuis willen gaan? Dan doet hij dat ook, weet je. Dus het is ook niet zo, weet je. We gaan best wel goed met elkaar. Ja. Dus eigenlijk zwagers en zo zijn voor ons ook broers en zussen. Ik zie dat nu niet zo als een groot probleem. We zien wel. Het is maar niet dat ze 3 of 4 keer aan de deur komen voor een ander. Dus Jen heeft mijn moeder opgebeld en gezegd van, ik date met uw dochter. Dat vind ik netjes. Want als iemand met mijn zoon of dochter date, dat ze dat dan ook aangeven. En dan kan je zelf bepalen of je die persoon geschikt vindt of niet geschikt. Uiteindelijk is het de keuze van je kind. Maar als ouder hoef je niet alles te accepteren. Bij de Adema's is het huis van binnen al prachtig versierd. Nu de buitenbol nog, want heel Badmen mag weten dat Jinte, Auke, Hiske en Eefke vandaag 2 zijn geworden. Alex hoeft de klus niet in zijn eentje te klaren, want hij heeft hulp van 2 mooie assistentes. Papa gaat de ladder pakken en dan gaan we hem hier ophangen. Ballonnen opblazen, slingers ophangen. En nu is het ook wat druk hoor, nu moet ik nog alles op tijd klaar hebben. Maar doordat we gisteravond zoveel hebben gedaan, is het nog iets relaxter. Niet zo van moet. Nog even iets verder dat de vlag zo ja. En anders haal je even de Bottomse vlag, hangen we die er nog even bij, weet je die te vinden? Bij de vriezer erachter. Ik weet waar die is. Ja? Deze is het hoor. Nee, deze, dit is nog de Bottomse. Nou, we gaan wel vragen. Deze is de deze. Welke? De Bottomse vlag, niet deze. De Nederlandse vlag, hè? Nee, de Bottomse vlag. Oh. Ha. Yeah. Zo. Straks nog springkussen voor de grote dames. Misschien dat die kleinen er nog even op willen. Moeten we dan nog meer doen? Ja, koffie zetten en zo. Maar ik denk dat Anne daar wel mee bezig is. In Den Haag is oma Willy op weg naar het Zeeaquarium in Scheveningen. Een gezellig uitje met de kleinkinderen. Gelukkig is schoondochter Priscilla mee om de kids een beetje in het gareel te houden. Hebben jullie zin om naar Sea Life te gaan? Ja. Nou, 3 ja en 1 nee. Ik heb het zo nee, Sam. Nee, niet doen! Dadelijk is hij kapot en wie moet dat betalen? Bentley. Nou, de situatie lijkt een tikkie uit de hand te lopen, maar gelukkig daar is de bus. Even stempelen en dan met z'n allen achterin. Hoe gezellig is dat? Ik doe dat. Ik ga hem open. Nee, niet doen. Ik heb niets in de gaten. Ik heb hem dicht gedaan. Ja, nee, maar je mag je niet aan drukken, schat. Ik kan drukken, dan kan je ook. Nee, als je elke keer gaat drukken, dan gaat de bus stoppen. En dan moet de buschauffeur en moeten we eruit. En ik heb bij hem gaan. Huh? Heb ze er zin in? Ja, hè? Ja. Ja, hè? Jij wil nou maar mee. Je wil. Zit er eigenlijk haaien, Priscilla? Zit er eigenlijk haaien? Waarom druk jij? Ja. Zitten wel haaien, zegt Priscilla. Ja. Na een half uurtje komen ze aan in Scheveningen. Bekend terrein voor Willy, want hier is ze geboren en getogen en voelt ze zich helemaal thuis. Ja, Scheveningen betekent gewoon, dat is waar mijn roots vandaan komt. Ik kom hier natuurlijk vandaan. Ik ben in Scheveningen, ik ben in de Zutphense straat geboren. Dus niet in Duindorp, dus echt in Scheveningen. Kom, gaan jullie mee? Ik loop mee. Hij is moe van de bus. Zijn we al... Nou, Bent.
Kom, wij gaan lekker huppelen. Huppel, huppel, huppel. Huppel, huppel, huppel. Bij de familie Baumgart is Samantha nog steeds druk in de weer met haar piepers, want 5 kilo jasje er natuurlijk niet zomaar doorheen. Oudste dochter Tyrona is druk in de weer met heel andere zaken. Zij heeft haar eigen evenementenbureau, waar ook broer Levroon zijn eigen stekkie heeft. Wel zo gezellig en bovenal praktisch. Levroon heeft zijn eigen pettenlijn en zit nog midden in het creatieve proces. Hoi. Alles goed? Ja, sowieso met jou. Ja, goed. Wat ga je doen vandaag? Verder waar ik gisteren was. Een beetje door het ontwerpen en zo. Ja, ik ben even een planning aan het uitwerken. Om te kijken hoe ik mijn bedrijf meer kan promoten. Dus Tron haar werkspad eigenlijk, waar ze haar evenementen organiseert. Maar is er tegenover haar nog een leeg bureau. En het is lekker stil hier, lekker ruim dus. Ik profiteer af en toe gewoon een beetje lekker designen en naar mijn eigen ding werken. En als ze hulp nodig heeft, dan help ik haar ook. Ja, dit zijn nieuwe designs. Dit is een petje gemaakt van corduroy, ripstof, zwart. Iedereen vraagt naar deze, maar ze moeten nog allemaal even lekker wachten. Het zorgt ervoor dat ze toch weer een hype is. En dit zijn hun weer nieuwe designs. Eigenlijk wel vrij simpel, maar ik vind het toch wel catchy en een beetje mijn eigen ding. Een beetje experimenteren met materialen en kleuren. En eigenlijk wat er altijd in blijft is gewoon die oranje onderkant. Dat is toch mijn kenmerk. Ik ben ook blij dat ze een bezigheid hebben. Want ik heb geen zin in kinderen die de hele dag maar thuis hangen en niks doen. Het is wel gewoon normaal dat wij maandelijkse bijdrage leveren aan onze ouders. Want ja, mijn vader werkt hard en mijn moeder heeft altijd voor ons gewerkt en dat soort dingen. Dus ja, we moeten elke maand geven wel geld aan onze ouders. Ik gaf wel gewoon automatisch zelf geld. Ja, we hoefden het nooit, maar we gaven het wel. Ja, dat is logisch. Het ligt eraan wanneer. Als ze op 24 jaar nog thuis wonen, dan wordt het wat anders. En werken, dan wordt het wat anders. Zodra ze werken, ja. Dan niet gelijk de eerste maand van, hey, wat verdien je of zo, nee. Gewoon eventjes, gewoon een paar maandjes hebben gewerkt. En dan kijken van, oké, mijn lasten voor mezelf zijn dit. En dit geef ik aan mama. Want ik haal toch ook boodschappen. Dus, en daar eten ze dan ook van. Je doucht en je eet daar ook. En, je doet alles daar. Zelfsprekend, toch? Ik betaal alles zelf, ja. Het enige wat ik niet zelf betaal is boodschappen. Voor de rest wordt alles, moet ik alles zelf betalen. En iedereen wel die werkt. Dus. Ik merk wel dat ik vind dat als je werkt, dat het dan ineens anders wordt. Ja. En als je dan werkt en je spaart om een jaar later uit huis te gaan, dan vind ik dat ook nog wat anders dan wanneer je 3 jaar lang thuis woont en niet de intentie hebt om uit huis te gaan. Dan denk ik, nou, dan betaal je ook maar mee. Ja, ze moeten het voor later ook leren. En kijk, als ze het niet kunnen, dan kunnen ze het niet. Maar sommige kinderen hebben een inkomen. Dus dan verwacht ik wel van ze gebruiken mijn stroom, ze gebruiken water, gas, alles. En de hele dag staan ze dan die dingetjes op te laden. Maar ik vind wel dat ze nu moeten leren om geld af te staan. Ik verwacht niet dat ze lang thuis wonen. Ik denk dat ze ons wel een keer zat zijn. Maar voorlopig is het nog niet zover. De vierling is pas 2 jaar oud. Aukje, Hiske, Eefke en Jinte kunnen maar aan één ding denken. Taart en cadeautjes. Dat zijn overigens 2 dingen. Wat hem betreft kan het feest beginnen. Papa Alex sluit zich daarbij aan, want het springkussen is inmiddels ook gearriveerd en opgeblazen. Imre en Meike testen hem alvast. Nou, klaar. Nee. En ook de verjaardagstaart is klaar. Hoi. Ja, sorry. Kom verder. Oh, wat is hij mooi. Echt om op te vreten. Vind je Pip zo mooi? Pip. Oh, je wil hem al opeten. Pip mooi. Ze hebben zelf wel door dat er dingen anders zijn. De slingers in één keer hangen. Alles een beetje anders is dan anders. Het ritme een beetje anders is dan we het gewend zijn. Dus ach, wel leuk. Denk ik dan. Moet ook kunnen. Dit! Hoezo? Kijk, de eerste visite is er al. Visite!
Willy viert ook een feestje, maar dan met haar kleinkinderen en schoondochter Priscilla. Ze zijn in Scheveningen en de vinkjes voelen zich als een vis in het water. Is dat nou oma? Ja, dat is het. Dat is een vis met snorharen. Oh, kijk, hij komt. Kijk. Ga maar roepen. Oh, ze willen in water. Ga maar roepen hoe ze kwamen. Roep maar. Ping, ping. Ping, ping. Hier kan hij wel. Het is groot. Die legt wel heel stil ook. Volgens mij is die vis aan het rusten. Zie je dat? Hij is dood. Nee, hij is niet dood. Kijk maar, die kieven gaan heen en weer. Zie je dat? Hij is gewoon aan het rusten, volgens mij. Oma, ik zie een hei langs komen. Ja, daar is de stoompad daar. Ja, daar is de stoompad. Kom, we gaan een ijsje halen. Zullen we ijsje eten? Kom, wie wil er een ijsje? Ik wil! Martin! Schreeuw niet zo, Bent. Ik wil blauw en bruin. Nee, één bolletje gewoon. Ja, joh, maakt het uit. Blauw en bruin. Ja. Ja, oma heeft nou die genomen, Sammy. Ja, het was echt wat leuk om wat met elkaar en kinderen apart te doen. Want als we meestal weggaan, is het echt met de ouders erbij. Dus dan heb ik ze nooit echt gescheiden van de rest natuurlijk. Dus het was echt wel een hele gezellige geslaagde dag met mijn kleinkinderen. Maar nu snel naar huis, want Willy moet nog naar de bingo vanavond. Klein beetje, ik doe klein. Nee. Oh. Ja, maar leuk hè. Samantha is nog steeds bezig met de piepersjassen. De kids zijn inmiddels uit school. Huiswerk gaat altijd voor bij de Baumgarts. Maar de oudsten hebben ook allemaal een bijbaantje. En daar is Samantha maar wat trots op. Jokisa die werkt in een kledingzaak. En die, ja, die is gewoon ook helemaal in true mode. Dat vindt ze hartstikke leuk. Jokisa is trouwens ook bezig met haar rapcarrière. Romeo die werkt tegenwoordig ook in een kleinere supermarkt. Of tenminste een klein warenhuisje moet ik zeggen. En is ook bezig met zijn zangcarrière. We hebben Lacery, die werkt in een casino. Daar doet hij de horecaafdeling. En daarnaast is hij bezig met zijn DJ-carrière. Maar niet dat ik mezelf nu als een mega-DJ ga zien of zo. Ik ben meer degene die dan evenementen organiseert. Want het lijkt me wel echt dope om zelf gewoon feesten te organiseren. Daar ligt zeg maar het meeste mijn passie. Ja, zelf over het algemeen vind ik dit soort klanken, zeg maar. Dit soort Afrikaanse drumklanken. Vind ik zelf wel ja, mooi klinken. Nu wil je het iets tijdelijker. Ik vind het wel chill dat hij gewoon een goede DJ is en... Ja, dat heb je niet vaak gewoon thuis, dat iedereen een eigen DJ heeft. Dus wij hoeven nooit, als er feestjes te zijn, hoeven we nooit iemand te bellen of zo. Lacery is gewoon daar. Is gewoon aanwezig. Lacery doet alles. Ik vind de muziek die Lacery maakt heel leuk. Ik luister zelf heel veel naar muziek. En hij gebruikt zeg maar heel veel verschillende soorten muziek. Dus het ligt er echt aan waar hij moet DJ'en. En dan past hij het echt aan de smaak van de mensen van de muziek, zeg maar. Dus op zijn muziek reageren wij vrolijk, we doen gek, we doen ons ding. Ik ben fan van Beyoncé en ik geloof erin dat we ergens familie zijn. Nee, joh, ik weet niet. Maar ik ben wel heel erg fan van Beyoncé. Dat ik weet niet. Wij twee hebben iets gemeen of zo. Ik heb Beyoncé dat ik haar zo erg leuk vind. Iedereen zal mij het goed op vinden, maar ik vind Marianne Weber is mijn idool. Ik hou van dat soort muziek. Ja, iedereen zal het om, maar ik vind het eerlijk muziek, ja. Bee Gees of Doe Maar had ik van die Buttons of van Grease. Maar ik had mijn kamer niet voorhangen met posters of zo. Dat niet. Mijn vriendinnen wel, die waren allemaal gek. Die gingen huilen, gillen. En ja, als ze een handje hadden aangeraakt, dan was het echt flauw vallen. Maar ik was echt niet zo... Nee. Ze is een heel apart meisje. Nou, echt een fan denk ik niet. Maar we hebben wel, ik heb wel bands die ik heel erg goed vind. U2, AHA. Zijn we oude bands, hè? Ja, ik ben ook wel een beetje oud.
Paul Pogba. Paul Pogba? Paul Pogba. Jezus. Maar, nou, noem eens even een leuke nieuwe muziek dan. Die we leuk vinden. Paul Pogba is een voetballer en ja, ik ben gewoon fan van hem. Ja, ik ben ook fan van Bob Marley. Ja, dat was ik even, nou, niet aan het vergeten, maar... Ja, het is mijn grootste fan, zeg maar. Het is mijn grootste fan. Ja. Het is mijn grootste fan. Bob Marley. Jij bent zijn grootste fan. Ik ben zijn fan, ja. Ja. Danny, hoe heet je nou met die krulletjes vroeger? Danny Kroon. Nee, die kennen jullie niet. Danny de Munk. John Travolta natuurlijk. Dat was natuurlijk mijn idol. Oh, de Dolly Dots. De Dolly Dots. Oh, en toen ik wat ouder werd, ja, daar was ik helemaal fan van. Duran Duran. Wie zat? Simon Le Bon. In Badmen is het inmiddels een zoete inval. De visite druppelt binnen om samen met Anne en Alex en hun zes meiden het feest te vieren. Deze is voor Aukje, deze is voor Eefke, deze is voor Iske, deze is voor Jente. Ja, dat is mooi. Alle aarden zijn. Mooi, hè? Oeh, dat is mooi. Behalve de kleine meiden. En dan is het tijd om de taart aan te snijden. Of toch niet. Meestal willen de kinderen dan een heel groot stuk taart. En dan eten ze maar drie happen en dan is het laat maar. Mijn voorstel is dat ze dat bij de ouders gaan doen. En dat ze de rest aanvullen met een soesje. Anders dan vind ik het zo... Ik zonde van de taart. Ik moet dan vaak zoveel weggooien. Dus dat vind ik een beetje zonde. Voordat de vierling het grote cadeau dat nu nog verstopt zit achter dit roze doek mag onthullen, moet er eerst gezongen worden. Maar voor Hiske is de spanning te groot. En zullen we nou eens kijken wat eronder zit? Ga maar eens even kijken. Wat is dat, Jinte? Jinte kan er niet bij. Kom maar, Jinte. Meike? Ah, hey. Oh, mooie ballonnen. Oh. Je bent al op weg. Kijk, mama. Imre, ga jij er even af? Kijk, mama. Oh, nou. Woehoe, moeilijk hè? Wacht maar even, geef wacht niks, maar ga je even oefenen. Het maakt maar niks uit. Nog lager. Nog lager, probeer nou maar eens. Nee, dan niet. We gaan papa ga je. Maar dan moet die andere vastlagen. Zal mama die bewaren? Hiske. Voor mij vinden ze het wel leuk, want die andere loopfietsjes doen ze ook heel veel mee. En dan kunnen ze straks lekker voor of achter lekker crossen. Zal papa ze even ergens anders neerzetten? Jefferson! Oh-oh! Samantha heeft een missie. Haar gezin moet meer bewegen en gezonder eten. Biologische groenten en verse producten zijn helemaal in. Dus gaan de Baumgart vandaag niet naar de supermarkt. Het bijzondere van deze boerderij is dat wij alle landbouwhuizen hier hebben. We hebben koeien, we hebben geiten die gemolken worden, de varkens, de kippen, de schapen. Ja. En jullie zijn van harte uitgenodigd om dat vandaag allemaal een beetje mee te maken. Oké. En vervolgens hebben we ook nog een tuin met wat groenten. Ja. Dus dan weten we een beetje waar het eten vandaan komt. Oké. Toch? Vandaag zijn we hier met de kinderen om te kijken waar al het groente eigenlijk op een natuurlijke manier wordt verbouwd. En dit is een bio-boerderij, biologisch. En omdat wij toch wel veel bezig zijn met gezondheid, met gezond eten. Omdat heel veel eten gewoon bespoten is, willen wij gewoon weten hoe het in werkelijkheid gaat als je biologische producten koopt. En terwijl Samantha en de kids zich verdiepen in biologische producten, traint Eugène zich een slag in de ronde. Dit is alleen maar een workout. Om straks spieren warm te houden. En dan ga ik bij de gewichten. Vaste prik. Want ja, per slot van rekening krijg je zo'n goddelijk lichaam niet zomaar.
Nee, ik ben sowieso geen boerderijmens. Ik wil hier niet zijn. Het stinkt hier. En ja, ik weet niet. Het is gewoon niet mijn ding. Kom bij hier. Chic, rustig. Ze gaan allemaal op je afkomen, hè? Ja. Ze ruiken eraan. Ze weten het niet. Oh, ja, die gaat op je springen, hè? Doet pijn. Zo schattig. Is er al gezongen? Ja, vanmorgen vroeg al. Maar dat kunnen we nog wel even doen. Wie is dat? Kijk eens. Goed zo. Juist. Opa Jos en oma Ike. En oma ook cadeau meegenomen? Want wie is hier deze dag jarig? Kom maar. Nee, hè? Kom maar, cadeautje kijken. Waar zitten jullie straks al vol? Wat is dat? Oma die op elkaar neerwerkt. Dat is een bal. Nou, gooi er maar mee. Zo, hè, doe maar. Helpen. Oh, wat heb jij dan voor mooi boekje? Met een muisje? Oh. En het wordt nog gezelliger als opa Gerard er is. Hey, dag oompje. Hey. Ja, yeah, opa, hè? Opa. Hey. Hallo. Opa. Hey, wat hebben jullie gekregen? Opa. Ja, dus opa, hè? Hey. Hey. Stap, stapje. Stap. Kom maar. Boekje lezen. Kom maar. Hier staan daar. Dank je ook. Leuk, hè? Zo. Ja. Papieren. Hey. Nou. Kom maar. 1, 2. Hoppakee. Ja. Ik heb een verhaal. Maar opa zijn van een vierling is nog wel een hele uitdaging. Maar hoe dat later nog moet met logeren... Dat zei ik, hè? Dat weet ik nog niet. Nou heb ik dus om 3. En dan was dat veel. Ja, dan moeten we ook maar een oplossing voor vinden. Geweldig, hè? Ik bedoel, de herkenning dat ze nu om opa roepen. Maar ja, opa en oma is nu één... En eenheid, dus dat is ja, prachtig. Ja. En als je dat nu ziet, ja, dat is dan geweldig, hè? Dat is, ja... Hollands welvaart. Ja. 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 Ja, zo is het. Ja. Ja, ze komen dan van, nou ja... De kleinste was 800 gram, 900. En dan nou, moet je eens kijken wat je nu ziet. Dus dat is... daar ben je trots op. Hallo. De Baumgaards zijn nog steeds op de bioboerderij. En Jokisha, die geniet ze, vindt het fantastisch. Naar de volgende stal. Ze zijn koud. Dat mag ik best even waar dat ding uitkomt. Ze gaan allemaal wel in de emmer. Allemaal. In de winkel worden verse producten van de boerderij verkocht. Maar nog niet iedereen is verkocht. Ja, op zich ben ik wel bezig met gezond eten. Ja, het is wel belangrijk voor je. En ja, af en toe eten we ook gewoon wat lekkers natuurlijk. Weet je, want we zijn ook vrouwen. We hebben ook onze periodes dat we naar chocola snakken en zo. Tenminste, dat heb ik heel erg vooral. En ik kan ook gewoon van lekker eten, maar... Ja, als ik bijvoorbeeld ga sporten, en dat doe ik nu op zich best wel vaak... dan vind ik het wel belangrijk dat ik mijn groenten en vitamines binnen heb. Dus dan neem ik wel een smoothie bijvoorbeeld. Dan maak ik een goed smoothie thuis. En ja, ik let er op zich best wel op. Nou, dit is onze groententuin. Wij noemen het een permacultuurtuin. Omdat alle groenten staan door elkaar. En het snijdt er zo op. Dus het blad moet er aan doen. Nou, ook te stil. Kijk, en dan geef je die aan je moeder. Geef je die aan mama. Dankjewel. Alsjeblieft of zo. Ja, moet je even blazen. Dat zand afblazen.
Ik heb, wat was het nou, wat waren voor bieten? Ja, dit is gewoon die suikerbiet en die steel was ook alweer. Lokisha, snijbieten. En ja, deze groente lijkt bijvoorbeeld op de Surinaamse amsoi. Alleen is die dan groen. Dat is een blaadje. En ik heb begrepen dat je dit gewoon ook als andijvie kan eten. Kijk, de suikerbiet weten we, want daar maken we huzarensalade van. Of is lekker met aardappelen en lekkere gehaktbal. En terwijl Samantha alles leert over de biogroente, is Eugène bezig met zijn laatste oefening in de sportschool. Nog even doorbijten. En dan... Nou ben ik klaar. Ik ga naar huis. Ik heb een mooie werkdag gehad. En nu ga ik druk naar de familie. We zitten in de boerderij. Nog een stukje rijden naar de boerderij. Fastfood bedoel je? Nee, ze zegt superfood. Superfood, en dat is? Nootjes of zo? Dat ken ik niet. Nee, dat gaan we dan weer net een flinke brug te ver, zeg maar. Nee, dat zie ik niet zo ingepast in ons leven. Goji bus heb ik wel van gehoord, ja. Heb ik ook zelf gebruikt. Maar, ja. Wat voor bus is het dan? Dat is van die gedroogde dingetjes. Ik kocht altijd die mooi bij, denk ik wel, in de yoghurt. Oké. De wat? Goji bessen. Wat is gezond, voor je toch? Wat is dat? Wat is dat? Goji. Ik niet. Zijn dat die rode bessen, toch? Of... Ik zeg niet. Deze zijn gewoon cranberries. Nou, elke fruit met een duur woord, dat eten we gewoon niet. Kiwi. Eigenlijk hoor je ons wel, hè? Dan weet je eigenlijk al nee. Gewoon nee. Oh. Nee. Oh, nee. Het klinkt Duits. Maar tegenwoordig word je overdonderd met allerlei gezonde producten. En dan denk je ook van ja, gezond. Wat is nou gezond? Ik denk dat alles gezond is als je het met mate doet. Fruit is wel heel erg belangrijk, dat wel. Appels wordt heel vaak gegeten, dat vindt iedereen wel lekker. Mandarijnen ook, bananen. Ja, bananen het meeste volgens mij. Het ging over bessen. Wij krijgen punten als we fruit mee hebben. Oh, bessen zijn lekker hoor. Ja, ik probeer ook al wel van alles. Maar niemand nodig. Alleen die blauwe bessen. Ja, ik wel. Door mijn yoghurt heen. Aardbeien. Groentesmoothies heb ik geprobeerd. En mijn dochter Jokisha die is zo'n freak. Die maakt heel veel groentesmoothies. Ja, lekker chinazi met een avocado, een manage erin, een wortel. Dat drinkt mijn juffrouw. Ik word echt misselijk van. Zie je ook weer toch een bekertje. Op den duur word ik ook misselijk van, maar het is wel goed voor je. Bio? Nee. Dat kennen wij niet. Nee. Ik denk dat je bij de verkeerde familie zit. Ik doe ook mee, hè? Moet je even vertellen wat er gebeurt, Alex? Oh ja, moet ik even vertellen wat er gebeurt? Nou, dames en heren, dan hebben we hier straks de uitvoering van twee grote dames. Heel talentvolle dames. Speciaal voor u geprojecteerd om hier vandaag te komen. Speciaal op uitnodiging hier. En die gaan op het nummer van Afrojack Hey een leuk dansje doen. Iedereen er klaar voor? Iedereen er klaar voor, hè? Nou goed, toch? Er zit talent in. Nog 20 jaar oefenen, dan wordt het dat. Hè? Niet? Ging toch goed? Bobby is dat. Had toch ook goed geoefend? Ja. Voor vandaag. Ik vind het wel lef hebben, hoor, dat ze dat allemaal doen. En dat doen ze dan ook zomaar. En dat hebben ze ook echt zelf bedacht. Ik vind het wel heel knap. En dan denk ik van, ja, dan maak me nog wel wat trots. Dan denk ik, ach, ik ben ook wat ik stoer. Ja, vind ik wel leuk. Oh, Alex, straks een pap geven. Maar voor de vierling is het dan nu toch echt tijd voor hun middagslaapje. Kijk eens, meisje. Of toch niet? Want als er weer visite binnendruppelt, ga je toch eerst lekker je cadeautje uitpakken. Helemaal niet naar bed. Hey, ik ben er. Hoi. 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 Ja, dus. Pascal. Nee, maar hij staat niet meer in het midden. Hallo, meneer. Bent u de boer? Ik ben de boer. Ja. Wat is uw naam? Wim. Wim de boer. Wim de boer, en u? Ja.
Eugène. Eugène mag direct aan de slag. De koeien moeten uit de wei worden gehaald. Kom op. Kom op. Hop, hop, zegt hij. Hop, hop. Smes aan je ass. Ja, het is apart. Een apart iets. De koeien weghalen van het weiland. Dat ze zo braaf ook volgen. Dus dat is heel bijzonder. Het is wel een leuke ervaring. En dit nemen ze ons niet meer af, tuurlijk. Maar dit heb ik nog nooit gedaan. Een koe geaaid. Dat zal ik ook gelijk nooit meer doen. Hm? Waarom niet? Hij doet niks toch? Hij vindt het wel lekker zien, hij blijft staan. Geef een massage. Ja. Bovennek massage. Kijk. Nu de koeien uit de wei zijn, is het tijd voor boer Wim om ze te melken. Hey, als ik jou zo hoor, was jij een koe in je vorige leven? Nee, ik was geen koe in mijn vorige leven. Ik kan dieren heel goed. Ik kan dieren echt heel goed imiteren en aandoen. Ja, wie wil de melk proeven? Jongens, niet allemaal tegelijk. Ja, als jij wil melk proeven, goed zo, wie nog meer? Ik pak even een bekertje aan en ja, proberen, ja. Koeienmelk proeven. Ga straks koeienmelk proeven. Misschien ga je straks zo bloeien. Voilà, alsjeblieft. Dankjewel. En dan zeg je dankjewel, koe. Dankjewel, koe. Ja, dankjewel, koe. Klein beetje, hè. Klein beetje. Proef allemaal. Kom. Proost. Pak nog warme melk. Ja, dat zeg ik. Dat is lauw. En ook de scharrelvarkens zijn een doorslaand succes. Ik kan niet meer met deze dingen. Ja, hier. Ik heb zeker iets geleerd. En dat is zeg maar hoe een boerderijer dit keer echt uitziet. Waar het melk vandaan komt. Van geiten en de varkens ook. Dus, maar nu ik die varkens heb gezien en alle dieren, dan wil ik geen vlees meer eten, maar omdat ik het heel zielig vind en zo. Dus. Ja, wat we hebben geleerd. We hebben best wel geleerd dat biologisch groente bijvoorbeeld gewoon zo groeit. Gewoon, we liepen er voorbij en we dachten het zijn gewoon onkruiddingetjes. Maar het zijn gewoon groentes. Van die koeien, ja. Ik heb voor het eerst koeienmelk gedronken uit een koe, voordat het in de winkel gaat. En met z'n allen zeggen gepasteuriseerd, bla bla bla, heel verhaal. Maar ik heb het rechtstreeks van boer Wim. Ja. Heb ik een bekertje koeienmelk gekregen. En ja, ik had iets anders verwacht, dat het misschien vies zou zijn. Maar het is gewoon hartstikke lekker. Yes, we gaan naar huis. Voor de buis. Lekker thuis. Billy zit vanavond niet voor de buis. Ze is de hort op. Het is weer tijd voor de maandelijkse bingo. Hi. Ik ga vanavond bingo draaien. Dat doe ik nu al een aantal jaar. Eén keer per maand doe ik dat. Willy heeft haar zaken goed op orde. Want de 16-jarige Richella past thuis op de kleintjes. Als we die spelletjes hebben afgemaakt, dan gaan we naar bed toe, ja? Ja, is goed. Kan je vliegen? Met Josie wel. De kinderen zijn gewoon lekker aan het spelen of chipje eten of televisie kijken. En dan gaan ze gewoon op tijd douchen en naar bed. De bingo is voor mij best wel belangrijk. Ik bedoel, het is op sociaal gebied heel erg leuk. En hopelijk ook voor de andere mensen natuurlijk, die elke maand toch wel weer terugkomen. Of één keer twee maanden terugkomen. Maar meestal zijn het wel de vaste mensen, zeg maar, die terugkomen. Ik ben kaartjes aan het verkopen. Op een van de leukste bingo's. Dit is best wel, voor mijn moeder zit echt wel een avondje uit. Dan kijkt ze meestal wel naar uit naar de bingo. Want ze delen het ook altijd op Facebook en mijn moeder kijkt hier altijd wel naar uit. Ook zus Angelica helpt een handje mee. Mijn taak is vandaag om te helpen met de hapjes en de soep en alles uit te delen. En geen bingo zonder uitgebreid prijzenpakket natuurlijk. Een paar mooie gimpen winnen, een paar Ibiza schoentjes. En een paar mooie zwarte laarsjes. We hebben ook nog een drankenronde. Voor alle alcoholisten. Dropshot en wat is dit? Oh, dit is een nieuw drankje. Dat ken ik niet helemaal. Wat hebben we nog meer? Vlees. Oh, we hebben ook een vleespakket en boodschappen. Dus altijd wel leuke dingen hier, toch? Ja.
De spanning stijgt. De bingo gaat beginnen. Gastvrouw Willy is er helemaal klaar voor. Goedenavond allemaal. Otto 73. Bernard 7. Nico 31. Eugène en Samantha zijn op de gezonde tour en duiken 's avonds met een aantal kids nog even de sporthal in om een lekker partijtje te tennissen. Hoi, Quint. Hoi. Dus wat gaan we zo meteen doen? Gaan we 2 rondjes rennen om 2 banen. Ja? Gaan we met z'n allen. Gaat-ie. Gaan we met z'n allen 2 rondjes rennen om 2 banen. Ik ga niet meer rennen. Rennen om mij, hè? Dat is geen wedstrijd. Het is op. De meneer zei, even opwarmen. Jullie zijn gaan sprinten. Oké, even bijkomen. Mag je allemaal een eigen plekje kiezen in het groene? En dan gaan we proberen wie kan daar rustig met de bal 15 keer hoog houden. Kijk eens, ja, ja. Oh. Ik ben helemaal op. En het is hier volgens mij voor minder ook last van. Alsof je draaierig wordt. Maar het is leuk. Tennis vind ik altijd leuk. Ik kan niet redden op jullie lopen. Ja, het gaat goed. Alleen dat ik een beetje duizelig ben. Deze, ik weet niet wat het is, maar... Ik ben helemaal dizzy. Misschien dat het door deze, dat het, dat door deze ruimte komt. Maar ik moet ook lang. Ik heb ook lang niet gesport. Dus dat is het ook, denk ik. Dat denk ik ook. Zijn broertje van 4, Shaquan, heeft nergens last van. 2, 3, 4. Heb je? 5. Bij mij komt het uit gevoel. En het spelen is lastig voor mij. Mijn moeder die heeft echt talent. Oh, ik ben nu aan de beurt. Nee, ik ben er al. Oh, oké. Okay. Nou ja, maar qua tennistermen dan ben ik daar niet in gespecialiseerd. Kunnen jullie denk je winnen van de mannen? Ja. Ja, sowieso. Sowieso. Ja, nou, nou, nou. Ja, want we hebben nog 3 mensen die hard slaan en goed zijn. Oh, nou, pak allemaal je racket. Gaan de dames aan deze kant staan. En de heren. We gaan alleen in dit gedeelte, niet het hele veld, toch? Ligt daar ook op. Alleen het kleine, kleine veld. Ja. Zeg maar. Who's the gentleman? Oh ja, who's the gentleman? Romilo Williams. Ja, ja, Romilo Williams. Nou, eerst zien en dan geloven. Serena, hol voeten weg, komt-ie. Let the battle begin. Oh, daar is een woordje, kan gebeuren. Ja! Oké, jullie hebben een prijs gewonnen. Jullie zijn eerste geworden. We hebben gewonnen van... Wie hebben jullie gewonnen? Van de... Meiden. Oké, wat heb ik nu? Ik ga een high five geven aan jou. Want jij bent de captain. Heb je, krijg jij van ons een blikje ballen? Ja. Alsjeblieft, vriend. Wat zeg je nou? We noemen een captain check. Dank je wel. Gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. Het is jammer dat de andere kinderen er niet waren. Dat vind ik echt jammer. We hebben genoten. Het is gewoon weer een... Het is weer even actieve dag voor mij. In Scheveningen wordt er nog steeds gebingo'd en Willy draait op volle toeren. Gerard 50. Nico 44. Bernard 11. Isaac 25. Isaac 24. Nico 31. Bingo! Bingo scoort. Sarissa hier vooraan en achteraan bij de dames aan tafeltje. Dus het wordt dobbelen. Ja, hierna nog een ronde en dan pas gaan we roken. Ja, niet alleen een rookpauze, ook een soepje gaat er dan wel in. Ja, dat is wel wat. Ja, dat is wel wat. Kijk eens, meisje. Wel, maar. Sorry niet. Willy is echt een topwife. Een leuke avondje is natuurlijk nooit weg. En voor de gastvrouw natuurlijk. En de gastvrouw zit er alweer klaar voor. De volgende ronde. Bernard 5. Nico 45. Ik moest een boertje laten, maar lukte niet. Bingo! Bernard 1. Bingo!
bingo kort op één. Zij weer. Na de bingo, gewoon lekker naar huis toe. Neem de laatste tram, 11 uur. Toch, Kip? Ik ben met auto. Oh, je bent met auto? Wat denk je dat ik op de bus ga wachten? Iemand een lift? Heb iemand een lift voor me? Morgen in een huis vol moet de vierling voor controle naar het consultatiebureau. Kan ik door? Eske doet het wel even voor. Ja. Anne is op van de zenuwen. Gaat het wel goed met haar meisjes? Desnoods één. Het gaat mij erom dat ze ook iets in blok wordt, zeg maar. Wij tegen de wereld en het leren met anderen, dat er ook andere kinderen zijn. Ja. Alex probeert een speelgoedkast in elkaar te zetten en Imre en Meike willen helpen, maar of dat nou zo'n goed idee is? Jij mag helpen, ja, ja. En jij? Mag ik helpen met de kast maken? Ja hoor, jij mag ook helpen met de kast maken. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mijn rug. Ook pas net in het stoeltje, gek. De Vinkjes gaan karten. Grote vraag is natuurlijk, wie is de grootste brokkenpiloot? Ja. En ook een partijtje sumo-worstelen loopt helemaal uit de hand. Oké. Okay. Nice, supermooi. Ja hoor. Samantha en haar 7 dochters gaan back to their roots en hijsen zich in een traditionele Kotto-missie. Ja, ze heeft het helemaal gebonden. Ik heb geen overheid meer, pijn, maar nee, ze heeft het gepusht. Want ja, ik hoop gewoon dat straks mijn haar nog moet zitten. Hoe de fuck is dat? En Eugène gaat uit de kleren. De vraag is, voor wie? Lekker, oh kijk. Tot morgen.